Ik ben iets super geks te weten gekomen. Zoals jullie weten hebben we dus in België K3. Deze pokoe. Ik word nu echt zo hard gen... Maar zoals jullie ook weten, hebben we ook gewoon nog deze flappies. Dans met mij en ik lach. 'S avonds of diep in de nacht. Ik weet nu wat je verwacht van mij. En dan hebben we ook nog Amy en die andere flikkers. Maar ze hebben ook gewoon K3 in andere landen. En wij gaan vandaag een klein stukje luisteren naar die tunes. Want als ik de volledige pokoe ga afspelen, dan word ik sowieso... Dus we gaan eerst starten met UK3. Met Heya Mama. Sorry voor het beeldkwaliteit, maar dit is gewoon van 2015. Dit klinkt eigenlijk al 10 keer beter dan in het Nederlands. Let's go down to the beach. Just wait until you turn around and see me in my new beach. Weet je wat me opvalt ook gewoon? Is dat het, like, ze lijken ook gewoon op de echte K3'tjes. Say you'll always be. Nou ja, dit is de Engelse versie. Ik vind eigenlijk deze echt fucking goed klinken nog. Maar dat is de UK versie. Ik geef het een 9 op 10. Door de straten. Dit is echt zo niet voor kinderen bedoeld. Voor de jongere mensen die kijken, nou, ik zou die tekst niet opzoeken. In 2016 is er een groep gekomen. Wir3. Wat betekent weer eigenlijk? Weer. Ja, Wir3. En dit is de Duitse groep. Het dansje is ook zo allemaal hetzelfde. Hè. Glühend heiß ist die Stadt. Jungen und Mädchen tanzen durch die Straßen. Feiern ausgelassen. Weet je wat ik gewoon van Duits vind? Dat is gewoon Nederlands met een hete patat in uw bek. Ik vind Duits echt geen mooie talen. En ook zo hetzelfde. Dezelfde drie dames, hè. Een ginger, een emo persoon en een barbiepop. Ik geef deze groep een 6, want ik vind Duits gewoon geen mooie. Ik vind Duits gewoon geen mooie taal. We zijn bij de volgende groep aangekomen en dat is X4. Wat hier al anders is, ze zijn met 4 en niet met 3. Wel origineel puntje. En deze groep is een Afrikaanse groep. Afrikaans K3 van het album Heya Mama. Wow, yo. Zeg ik dit eigenlijk juist? Dit is een Afrikaanse groep nou. X4 is de Zuid-Afrikaanse variant van K3. Dat doet me zo denken aan corona. Oh nee, het is een nieuwe variant. Ik kan niet meer. Oh, hoe klinkt deze versie? Oh, wat me wel opvalt is die achterste, die oeh. Ligt het aan mij of lijkt het echt op Nederlands? Ik vind deze versie raar. Ik geef deze groep een 5. Ik heb nog eentje. Eén speciale. Maar die kende ik al super lang. Maar waarom heb ik deze video nooit eerder opgenomen? Vraag God het. Dit is een Koreaanse groep. En dit was ooit eens op het nieuws geweest. Een Chinese band. Oh, sorry. Ik vind deze versie gewoon fucking hard. De beat is gewoon anders, joh. Hoe moet ik dit nu zeggen? Snap je geen hol van? Die clip is ook fucking vaag. I love you, hey yo. Dit was dus de Chinese groep. En ik geef hun een 10 op 10. Nee. Wait a minute. Hun naam is Flowers. Dus ik geef ze een minpunt. Ze zijn met 2. Nou, ik geef ze gewoon een 9 op 10. Ja, dat waren de K3'tjes. K3 neemt heel de wereld over, joh. Hey, vonden jullie deze video leuk? Geef dan zeker een like. Laat me weten welke K3-groep jouw favoriet is. En wil je de originele muziekjes horen? Ga dan zeker naar mijn TikTok. Dus hey, ga mijn TikTok checken. Link in de beschrijving. Ik zou zeggen, yo, tot volgende week. Het is vakantie. Ik was een loser van de klas. En